De minister laat eigenlijk in het ongewisse waarom er geen testopstelling komt rond Gent en de snelheidsverlaging op de autosnelwegen rond Gent. Het zou de bedoeling moeten zijn dat er wordt getest wat het effect is van die snelheidsverlaging. Ja, minister Peters had beloofd om eigenlijk vorige zomer een testopstelling te doen om de snelheidsverlaging te testen op de E40, de R4 en de E17. Nu, van die testopstelling is eigenlijk niets in huis gekomen. En die testopstelling is nodig om te kunnen aantonen wat het effect is van die snelheidsverlaging. We verwachten dat er voordelen zijn op het vlak van leefkwaliteit, bijvoorbeeld minder geluidshinder en ook op het vlak van verkeersveiligheid. Maar het zou even goed kunnen dat het verkeer opstopt daardoor en dat er meer sluipwegen worden genomen rondom de snelwegen rond Gent. En dat moeten we dan vermijden. Daarom hebben we die testopstelling nodig.